Spijbelende jeugd en hun ouders die lopen kans kinderbijslag in te leveren. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen burgemeester en wethouders en de Sociale Verzekeringsbank. De maatregel is nodig om ervoor te zorgen dat ouders hun spijbelende jongeren weer de schoolbanken inkrijgen. Als men mensen treft in de portemonnee wil dat altijd al wel helpen. Dus ik denk dat op zich wel een maatregel zou kunnen zijn die ouders raakt. Maar dus in die zin denk ik dat het wel zou kunnen helpen. Soms is het nodig, maar de verwachting is dat het misschien 10 keer per jaar gebruikt gaat worden. Want we zien dat heel veel ouders zijn wel bereid om mee te werken. Maar net die ouders waar dat moeilijk ligt, daar zou je zo graag die stok achter de deur willen hebben in die situaties. Het aantal spijbelende kinderen in Eindhoven valt volgens de wethouder wel mee. Maar toch, ze horen er wel bij. Ja, je probeert gewoon zoveel mogelijk instrumenten om die aantallen omlaag te krijgen. Want het is zo bepalend voor de toekomst van kinderen dat ze met een diploma van school gaan en dat ze ook die lessen volgen. Dus daar ja, alles op alles zetten. En dit is weer een klein hulpmiddel erbij. Maar niet alleen de wethouder en de ouders dragen verantwoordelijkheid, ook de school zelf. Om te zorgen dat ze hun processen goed op orde hebben en zorgen dat ze op een gegeven moment weten of kinderen wel of niet op school zijn. En dat met ouders te communiceren en zaken ook met de leerplichtambtenaar te bespreken. En dan te zorgen als die processen goed zijn en de communicatie goed is, dan komt boven water welke leerlingen spijbelen en niet spijbelen. En daar ligt de verantwoordelijkheid van de school. De nieuwe regeling is mogelijk gemaakt door de kinderbijslagwet aan te passen. Maar dat had voor de jongeren echt niet gehoeven. Dat vind ik heel erg, want kinderbijslag hoort bij kinderen. Ook als spijbelen ze, ze verdienen het gewoon, die geld. Die kinderbijslag is ook voor school, voor voetbal. Waarom moeten ze daaronder lijden dan? Dat is toch onzin? Ja, vind ik wel goed, want kinderen horen naar school te gaan eigenlijk. Ja, kinderen naar school te gaan vind ik wel goed dat ze dan kinderbijslag innemen. Ja. De jongeren kunnen nog even gerust zijn. Het kan nog even duren voor de maatregel ingaat. Eerst moet de samenwerking tussen de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank officieel getekend zijn.